Hey, met de politie. Oh, ja, je belt nu ineens met een heel ander nummer. Is dat waar? Ja. Dat meen je niet. Maar normaal gesproken krijg je naam in beeld. En nu krijg je gewoon maar bellen in beeld. Ja, ik ben... Ja, maar we zijn allebei lid van de GVD, toch? Ja. En heb je dat soort dingen? Ja, je weet trouwens wat het motto is van de GVD, hè? Is dat van motto veranderd de laatste tijd? Nee, nee. Oh. Ik bedoel, maar het is in ieder geval, wij zijn zo geheim dat we zelf niet eens weten wat we doen. Precies. Ik vind het fijn voor onze luisteraars dat we er even bij stilstaan. Ja. Maar ik gooi je even op de speaker. Is goed. Ja, ben je er nog? Ik zit even te kijken naar je oversturing, maar ik ga hem qua analoge input iets zachter zetten. Volgens mij komen we iets te hard binnen, Marco. Komt iets te hard binnen? Ja, wat ik dus nu denk te zien. Maar nu is het beter. Ja, nee, maar dat komt omdat ik net, daarnet ook even iets met mijn stem verhief. Heb je ook al mijn sirenes bij jou in de buurt? Ja, ik moet even de... De herrie uitzetten. De Illuminati, zonder hun was het gratis. Als die Illuminati's er niet waren, dan had ik echt wel haren. Doe je nou die Illuminati's? Ja, je moet er ergens over zeuren, Marco. Je moet er altijd iemand de schuld geven. Ja, dat ding wat zeker is. Ja. En om het niet hebben over economische vluchtelingen die Europa proberen te overvallen. Niet hebben over groepsverkrachtingen in Keulen. En daar gaan we het ook helemaal niet over hebben. Dus dan gaan we de Illuminati maar de schuld geven. Toch? De Illuminati, die zijn ervoor verantwoordelijk dat die wijven in Keulen niet van zich afschopten. Nee, dat zijn de feministen die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja. En die feministen die worden betaald door de Illuminati. Oh, is dat zo? Ja, nou, de Illuminati, maar het zijn de Babyloniërs. Bob Marley heeft het altijd over Babylon, Babylon, babbledy, babbledy, bab. Ja. Maar je kan het gewoon Illuminati noemen. Wat maakt het de fok uit, hoe je het noemt? Als je maar weet waar je het over hebt. Nou, ik zou het dus gewoon Illuminaties noemen. Illuminaties, ja, zonder meer. Ja, met een zet, hè? Ja. De Koninkrijkbouwers. Koninkrijkbouwers, ja. Precies. Die. En ik ben niet jaloers op die mensen. Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe ze het nou precies voor elkaar gekregen hebben. Dat zou ik eigenlijk wel willen weten. En dat zou ook willen leren hoe ik dat zelf zou kunnen doen. Ja, dat zou ik ook wel willen weten. Dat wel, maar ja, als een kijk... Ik heb het onderleven gehad als ik dat geweten had hoe dat zou moeten, toch? Maar als ik dan kijk naar zo'n Willem-Alexander... Uh-huh. Dan denk ik, och, hè? Ja, nee, maar Willem-Alexander is niet zozeer die Illuminati, die is meer Bilderberg, hè? Oh ja, en de Bilderberg... Zijn opa. Hè? Net zoals zijn opa. De Bilderberg was er ook Illuminati-meuk. Dat is het allemaal van de paus. Ja, nee, dat het niet duidelijk is. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, jij wilde dus uiteindelijk een keertje een afronding maken aan evolutie. Ja, 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 ja. Want je vindt het eigenlijk wel genoeg geweest. En dan wilde je als nieuwe vorm, en mag ik dat dan ook evolutie noemen? Ja, precies. In de vorm van evolutie wil jij het dus gaan hebben over karma. Karma. Eigenlijk de wet van oorzaak en gevolg. Precies, en dat is onze enige shownote voor vandaag. Want, ja, want ik ben depressief, dus ik kan momenteel eventjes niet nadenken. Oh, daar heb ik een goede tip voor je. Mm-hmm. Dat is het, dat heet het non-dualisme. Heb je daar wel eens van gehoord? Als ik dat alleen al hoor, Marco, dan val ik nu gelijk in slaap. Oh, het is inderdaad iets waar je inderdaad heel goed bij kunt slapen.
Non-dualisme. Ik vind het allemaal heel plausibel wat ze vertellen. Ja, vind ik, maar laten we terugkeren. Nee, non-dualisme is voor de luisteraars. Ik vind het een hartstikke leuke move van je. Uh-huh. Maar de luisteraars weten nog helemaal niks van karma. Hij heeft toch ook steeds de wet van oorzaak en gevolg. Ja, en hoe zat dat ook alweer? Want ja, jij maar, weet het. Ja, en hoe zit dat? Kan karma je eigenlijk inhalen? Maar nu heb ik gelijk al één ding. Ja? Jij verbindt karma dus onmiddellijk, hè, zonder tussen, verbind jij karma met de wet van oorzaak en gevolg. Nee, karma is de wet van oorzaak en gevolg. Ja, ik hoor je wel. Ik wil alleen maar zeggen, er zijn ook mensen onder ons die zeggen dat je die verbintenis eerst moet bewijzen voordat je gelijk hebt. Maar ik sta aan jouw kant hoor, Marco. Ik geloof ook wat jij zegt. Zonder meer. Ja. Maar kijk, dat is zoiets. Van, natuurlijk is karma een naam voor iets. En het blijkt dat het overeenkomt met wat wij oorzaak en gevolg noemen. He, van als jij goed karma opbouwt, wie goed doet, goed ontmoet, ja, dan krijg je goed karma terug. Zo werkt het eigenlijk. Als je slechte dingen doet, dan krijg je slechte dingen terug. Het is een beetje zo van als je dan ga je naar de hemel, weet je wel? Ja, maar dat is mij een beetje te poezelig. Dat snap je toch wel, hè? Poezelig? Ja, wat je nou zegt. Ik bedoel, zo makkelijk kan het toch niet zijn? Ja, maar toch, dat non-dualisme komt heel erg bij in de buurt. Hoewel ik het ook hoe moet ik dat zeggen? Een religieusistische beweging vind. Mm-hmm. En dat religieusistisch, dat zeg ik doelbewust. Want echt religieus zijn ze niet. Want het gaat niet over een god of wat dan ook. Mm-hmm. Maar ze hebben het wel over het feit dat een boom vanzelf groeit. En dat wij dat ook zouden moeten doen. En ze zetten dus absoluut aan tot procrastinatie. Ik hoor je. Ik weet niet of de luisteraars dat ook weten. Procrastinatie. Procrastinatie is in feite uitstellen tot morgen wat je vandaag kunt doen. Ja, oké, mag ik even aanvullen voor de luisteraars? Dat noemen wij ecologie. En dat is ecologisch handelen. De Chinezen prediken dat ook. Die zeggen wij. Niet handelen. Ik wil ook echt dat onze luisteraars, dat 80% ervan, zich morgen ziek meldt voor zijn werk. En gewoon lekker thuis blijft. Nee, maar dat is actief handelen. Als je je ziek meldt. Je weet, elke handeling heeft een gevolg. Ja, precies. Ja. En dat is dus niet altijd het beoogde doel. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Vaak is het dat ook. Het punt blijft natuurlijk wel. Dat hoort iemand om van zijn problemen af te komen, maar daardoor komt hij nog meer in de problemen dan dat hij al was. Die audio komt goed binnen, jongen. Oh, dat is mooi. Ja, de screencast, die wordt geweldig. Ja, ik weet niet waar je aan screencast bent, dus... Ik ben aan het screencasten. Ja, dit is net zo makkelijk. De audio en het beeldscherm neem ik op. Ja. Net zoals bij die andere screencast. Ja. Goed. Ik vind screencast op zich wel hartstikke mooi. Maar ik zelf vind screencast meer iets passen voor tutorials of zo. Videotutorials. Ik vind eigenlijk de audio, die moet aan zichzelf... Nee, dat klopt. Ja, de audio moet aan zichzelf kloppen. Ja, maar dan is natuurlijk die screencast een middel om geen dood beeld te hebben. Dat er niet de hele tijd hetzelfde logootje in beeld staat. Ja, en bijvoorbeeld dat je zonder problemen op YouTube kan uploaden. Oh, zodat je eventjes een voorbeeldje kan geven van...
Ja, bijvoorbeeld, want als ik je dat wat jij en ik opnemen, dat is ook goed voor de luisteraars, hè? Maar dat wat jij en ik opnemen, als ik dat alleen in de MP3 aanbied aan de cloud, aan meneer de cloud, Mr. Blue Sky. Dan hebben we meer luisteraars. Ja, jij, nee, dat kost gelijk een hele poen, man. Maar bij YouTube Maar is het ik ken een gratis. heleboel van die YouTube-filmpjes en dat wordt dan niet echt gescreencast. Nee, dan zie je een wiegelbolletje in beeld voor een half uur. Dat verandert bij zo'n soort audiogesprek als wij nu hebben, zeg maar. Waar eigenlijk ook geen hond naar luistert, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja, maar waarom vind jij het belangrijk dat er honden naar ons luisteren? Ik besef me er ook net van. Oh jee, ik ging in het rood. We hebben in ieder geval ook anderhalve paardenkop die dan naar ons luistert. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan die honden die niet naar ons luisteren. Want ik bedoel, honden die niet luisteren, ja, die moet je afmaken. Absoluut, absoluut. Zijn vals. Dat is helaas zo. Ach, man, dat, nou is, nee, ja, dan kan ik allerlei dingen verzinnen, maar laten we teruggaan naar karma. Dus de wet van oorzaak en gevolg. Want jij hebt ook Immanuel Kant gelezen. En Immanuel Kant die heeft bewezen dat de wet van oorzaak en gevolg niet bewezen kan worden. Precies, precies. Dus als je het gaat hebben over de wet van oorzaak en gevolg, dan ga je richting het wobbly-wobbly gebied. Van het geloof. Immanuel Kant heeft ook gezegd: het is het weten dat ruimte moet maken voor het geloven. Nee, je kan het niet bewijzen. Je kan geen experiment verzinnen om die wet te bewijzen. Het is geen natuurwet. Bewijzen niet, maar En het is wel een, het is een wet. je kunt er wel statistiek op loslaten. Ja, door Immanuel Kant zegt, het is een wet. Maar die wet die zit in onszelf. Murphy ook. De wet van de Murphy. Nee, dat is geen wet, man. Kom op. Nee. Tuurlijk niet. De wet van Murphy die zegt, de wet van Murphy zegt, anything that can go wrong will go wrong. Dat is helemaal niet waar. Ah, gaat er weg. Je moet niet vergeten dat Murphy een statisticus was. En het wil niet zeggen dat elke keer iets wat mis kan gaan, misgaat. Maar dat een keer iets wat mis kan gaan, mis zal gaan. Ja. Please define wat is iets dat mis kan gaan. Kijk, wat de wet van Murphy, en dan geef ik die man cadeau. Die wet van Murphy die zegt, als jij een project gaat beginnen, net als een schaakpartijtje, hè, je goed naar je tegenstander kijken en kijken wat hij aan het doen is. Je moet overal rekening mee houden. Maar als jij een potje gaat schaken, gebeurt ook heel vaak dat iemand jouw koningin niet pakt. Als je het goed speelt, dan raak je je koningin niet kwijt. Ik heb het gewoon vandaag weer gewoon meegemaakt. Dat ik gewoon zag dat mijn opponent, internationale schaak, anoniem via het internet. Dat is the next best thing apart from anonymous porno, hè? Anonymous chess. En er was gewoon een vork. Hij had een vork kunnen zetten. Of zij. Of misschien zijn er wel drie mensen aan het schaken. Je weet het helemaal niet, hè? Oh, er kunnen wel 10 man onder schaken Ja, staan. ja. Op één schaakbord zelfs. En dan zie je gewoon dat die opponent die kan een vork zetten. En dan krijg je helemaal zweetpareltjes. En dan doet hij gewoon een lullig setje. Gewoon iets van H3 of zo. En dan denk Ja, ik, jongens, dat zag is je gelijk. die niet, weet je wel? En dan gelijk je stukken in veiligheid brengen. En dan attack, attack, attack. Knal, knal. Toch?
wil niet zeggen dat je een keer gewonnen hebt met schaken, hè? Ja. Dat wil je wel zeggen? Ja. Even voor de luisteraars, ik geef een zout in de wonden wrijven. Ik heb gisteravond 3 potjes schaken gespeeld met Marco Robinson. En daarvan heb ik er 2 gewonnen. Dan moet ik wel aan toevoegen dat dat heel wat potjes schaken gekost heeft. Want in het begin was ik appelmoes voor Marco Robinson. Ja. Maar sinds gisteravond is daar een... Ben ik zelf een schaker van het jaar 0, hè? Ik bedoel... Nou, ja. Kijk, er zijn de schakers... En daar win ik in principe van. Die weet ik ook wel. Ja. En het is ook... En ook met die schakers schaak ik gewoon. Oh. Toch? Als ik wil schaken, laat ik het zo zeggen. Als iemand een potje schaak wil doen. Ja. En het liefste schaak ik natuurlijk tegen iemand als Sander of zo. Ja, maar aan de andere kant streelt het je ego natuurlijk wel. Als je eens een keertje van iemand wint. Ja, ik heb het wel nodig, denk ik. Ja, je moet wel af en toe winnen. Ja. En er is ook zo'n jonge speler hier in Arnhem. Die zit niet eens op de club. En die heet Jesse. En die zit op de kokschool. En die zit ook niet op een schaakclub. En die kan schaken, jongen. Zo, dat netter. En die is ook helemaal obsessed met exposures en dubbeltjes. En waarom zit hij dan niet bij een vereniging? Nou, omdat hij overdag werk heeft. En hij heeft druk. En hij gaat dan naar de kroeg. En dan kan je ook een beetje schaken. Ik vind het ook best dat iemand niet naar de schaakvereniging gaat. Wat kan je dan leren? Wat kan. Wat kan je dan leren? Als je wil biljarten, dan ga je toch gewoon naar de kroeg en ga je potje pool spelen of een biljart of whatever. Je hoeft niet naar de biljartvereniging. Ja, maar als je eenmaal beseft dat je iedereen in de kroeg onderuit biljart, dan wordt het toch tijd om te gaan denken van, nou, misschien wordt het wel eens, heeft het wel eens zin om lid te worden van een biljartvereniging. Ja, en dan kom je op tv of zo, bij Sonja Barend, op vrijdagavond. Dan heb je misschien een professionele carrière van maken. Een professionele carrière? Ja, hoe kan je nou geld verdienen met schaken? Dan gewoon door de week te werken als kok. Ik denk niet. Ik heb gehoord van een vriend van mij. En toen was ik zelf 20, hè. Dan heb je het echt over effing jaar terug, hè. En die vertelde me toen dat hij was bij een schaaktoernooi geweest. En na afloop was er een hele grote tent, een feesttent. En dan zaten die schaaktoernooiers, die deelnemers, gewoon met allemaal drank erbij te spelen voor geld. Ja, met schaken kan je geen geld verdienen. Je kan geld meenemen om te vergokken. Kom op. Je gaat toch niet mij vertellen. Kijk, als jij mij vertelt, Marco, want jij hebt een idee van over riolering, verbetering of zo. Is dat misschien waarom Bobby Fischer gestopt is met schaken? Bobby Fischer was uiteindelijk helemaal klaar met schaken. Ja, maar dat is toch iemand waarvan je zou verwachten dat hij er wel geld mee heeft. Bobby Fischer was gewoon een... Nou, dat is mijn persoonlijke oordeel, hè. En misschien is dat volgende maand anders, want ik ben heel erg onbetrouwbaar. Maar mijn... Je moet gewoon flexibel blijven. Precies, ja. Maar mijn persoonlijke oordeel nu over Bobby Fischer is... Er was gewoon iemand die heel goed dat schaakspel in de gaten had. En dat gewoon fantastisch leuk. En was die opbouw van het Amerikaanse leger die tijd, weet je wel? Na de Tweede Wereldoorlog... Koude Oorlog. Ja, precies. Dus allemaal military. En hij ging gewoon lekker schaken. En hij schaakte iedereen eruit. Oh, je bedoelt dat zijn schaken een manier was van dienstrijker eigenlijk? Ja. Dat je dan toch in de Koude Oorlog, omdat het voornamelijk ook Russen waren, hè, die ze goed konden schaken. Mm. Die is trouwens ook helemaal niet meer tegenwoordig. Hè? Waar zijn
de Russen in het schaken gebleven? De Russen, dat worden poesjes, man, onder Poetin. Poesjes, mannen? Ja, poesjes, mannen, ja. Poetjes, mannen, ja, ja. Ja, Poetin is echt erg, hoor. Ik vind het... Wel, iedereen lult maar over George Bush. Wat denk je van Donald Trump? Nou, Donald Trump, daar heb ik zo mijn twijfels over. Ja, nee, niet. Ik bedoel in de zin van... Helemaal bij, goed bij zijn hoofd. Donald Trump lijkt me echt een kandidaat om een Johannes Paulus de eerste te worden ofzo. Je bedoelt, hij wordt president en 2 weken later wordt hij doodgeschoten? 33 dagen later, vergiftigd, hij wordt niet wakker. Oké. Okay. John F. Kennedy, zullen we zeggen. Ja, of Adolf Hitler toen bij het idee wilde hij ook niet. Adolf Hitler is gered, volgens mij. Wat? Adolf Hitler hebben ze gered. Ja, die is in Zuid-Amerika, heeft hij de rest van zijn dagen gesleten. Ja, nee, man. Theo van Gogh. Die zit ook echt lekker een tosti te eten nou, hoor. Nou, ik denk meer dat een worm zijn zeer delicate binnenste aan het opeten is. Maar niet eentje hoor, meerdere wormen. Oké, wanneer is je dan overleden dan, volgens jou? Wie? Theo van Gogh. Theo van Gogh, oh, dat is alweer een tijd terug. Ik heb vandaag een documentaire erover gekeken. Ja, ik heb vandaag ook zoiets gehoord. Maar die foto's... Die Hirsi Ali, maar daar werd hij dan ook in genoemd. Ja, die brief, die open brief aan Hirsi Ali. De huidige moslimdreiging die Europa overweldigt. Met allemaal jonge mannen die plotseling op pleinen verschijnen in grote getalen en dan Allahu Akbar gaan roepen en dat soort dingen. En dat dat grotendeels genegeerd wordt. Net zoals dus de groepsverkrachtingen in, wat ik zeg, Keulen, in Zweden, in Finland. Dat toch allemaal van, goh, wat zijn dat toch een aardige mensen die hier binnenlaten. Ik herinner me nog dat ik niet zo lang geleden een wandeling gemaakt heb met mijn blonde vriendin. In Amstelveen. Echt een lange wandeling, hè? Dan heb je het over richting de 20 kilometer, hè? En toen zei ik dus tegen haar dat er dus met name, dat moslimverkrachten dus allemaal bezig was, hè? En toen noemde ze mij een racist of zo. Ja, want dan kijk, dat is dus ook het punt van, laat ik zo zeggen, links-Nederland omarmt dat, hè, dat die moslims. Want er is geen slechte cultuur. Waarschijnlijk hebben ze daar een agenda mee, weet je wel, dat snap ik ook best wel. Hmm. Ze willen toch die ene grote wereldorde en waarom dan niet onder de islam? Hè? De religie van vrede. Nee, de religie der onderwerping. Nee, de religie der vreden. Vrede, met een W bedoel jij? Ja, precies. Ah ja. Dat is de religie van de paus, man. Die man met die vissenhoed op zijn hoofd, die beweert dat hij de koning der koningen is en de heerser der heersers. En die heeft een vissenhoed op zijn hoofd. En je mag zijn voeten kussen. En hij heeft een legertje soldaten, jongen. Allemaal Zwitsers. Weet je wat het is met al die religies? Al die religies hebben allemaal rare hoedjes. Dat hoort erbij. Ja. Zodat je aan het rare hoedje kunt zien. Ja. Dat iemand van een bepaalde religie is. Oh, ik ben je zo dankbaar, Marco, dat je hier bij stilstaat. Met die hoedjes. Je snapt wel waar ik het over heb, hè. Want het gaat natuurlijk niet dat die klootzak een vissenhoed op zijn kop heeft. Al doet hij een koksmuts op zijn kop. Dat maakt me nog steeds niet uit. Maar als hij ervoor verantwoordelijk is dat pedofielen, pederasters, allemaal... En hij zegt allemaal, Urbi, et Urbi. Sinead O'Connor, die was ook een beetje kritisch over de paus.
Dat was het einde van de carrière. Wat was? Het einde van haar carrière. Ja, maar wie was het toen, Paus? Ik denk Johannes Paulus II. Oh, die zalig verklaarde Paus. Ja, ja, ja. Omdat die, ja, ik vind die zin, ik zie die Sunait O'Connell, en ik sowieso vind dat ze nooit iets muzikaals heeft toegevoegd aan de wereld en zo. En ook met haar protest heeft ze nog niet zoveel toegevoegd aan de wereld. Mm-hmm. Dus ik vind het wel zalig dat ja, dat de paus dan zalig geplaatst wordt en niet zien uit de kolom. Toen is dat een hoax. Wat vind jij eigenlijk van Ian neem maar dat terug naar karma natuurlijk, hè? Maar Ian Paisley. Dat is ook een Ier. Sinead O'Connor was een Ier. Mijn lievelingsdominee. Huh? Mijn lievelingsdominee. Echt waar? Nee, natuurlijk niet. Is dat niet mijn lievelingsdominee. Maar ik noem natuurlijk wel mijn lievelingsdominee. Ik denk dat de luisteraars hier iets meer van willen horen. Nee, maar je moet enige satire in mijn uitspraak van mijn lievelingsdominee moet je toch wel meenemen. We kunnen niet anders. We luisteren ademloos naar jou. Ja, daarom. En het stormt bij jou natuurlijk ook, hè? Want het stormt hier, hoor. Huh? Ja, het stormt hier, man. Moet ik even uit het raam kijken. Nee, hoor. Hier stormt het helemaal niet. Maar ik hoor echt... Volgens mij moet Sinterklaas eraan komen. Samen met Zwarte Piet. Maar dat kan natuurlijk niet. Ja, nee, maar dat is een beetje moeilijk, want ik heb geen schoorsteen. Maar Ian Paisley, maar terug... Ik die hele Sinterklaasbied, wat ik niet snap, hè? Maar terug naar Ian Paisley. Ja, oké. Wat hij heeft gedaan... Hij heeft bij een van de bijeenkomsten van de Europese Unie... En dan kwam de paus, die kwam op bezoek. Hè, de paus kwam altijd even langs, hè. Even kijken of de belastingcentrum wel de goede kant op vloeien, hè. Nou ja, wat dan ook. Ja, je weet hoe de paus is, hè. De paus is niet zoals Jezus, joh. Jezus kwam nooit op bezoek in Nederland, of in Engeland, of in Ierland. Nee, Jezus ging ook nooit naar de kerk en Jezus zwaaide ook niet met een paarse muts op zijn kop. Hoewel, er zijn mensen niet. Die beweren dat Jezus elke zondag naar de kerk ging, hè? Echt waar, joh? Ja, als hun kinderen vertellen waarom ze naar de kerk moeten, dan zeggen ze, ja, Jezus ging ook elke zondag naar de kerk. Dat is dan niet waar. Hij is niet waar, maar goed, dat is net als in de islam, is het gewoon toegestaan om te liegen... om mensen in de religie te houden, of om mensen in de religie te krijgen. Ja, je mag liegen voor de goede zaak. Ja, het doel heiligt de middelen, zeggen ze dan. Ja, precies. En zo werkt religie. Want, je kind slaan om, bijvoorbeeld met Badje, hè, ik ben niet van Brunenboom, dat hij dan een klap voor zijn kop krijgt en dat hij een dag lang zonder vreet naar bed gestuurd wordt, weet je wel. Met een leugen, uiteindelijk. Ja, en dan mag je trouwens nog van geluk spreken. Want in de Bijbel staat dat je ongehoorzame kinderen gewoon naar de rand van de stad moet brengen en ze dan dood moet maken. Staat in de Koran. In de Koran zijn nog ergere dingen. Er zijn nog ergere dingen, maar ook in de Bijbel staan dat soort dingen, weet je wel. Van, ja. Dat is nou die God van Abraham. Ja, kijk, mijn dochter... Een grote mensenvriend. Kijk, ik ben dus christelijk, hè? Ja. Mijn dochter heeft nog nooit van mijn straf gehad. En inmiddels is ze 16. Dus de kans dat ik haar nog straf kan geven, is echt miniem. Ze groeit op voor galg en rat. Ja. Je moet je kinderen tuchtigen. Staat ook in de Bijbel. Ik heb haar getuchtigd, dat wel. Ja, nee, maar dat moet je doen met harde hand. Ja. Staat in de Bijbel. Absoluut. Ja. Bijvoorbeeld... Je bent een slechte vader, Perry. Ja, kijk, bijvoorbeeld dan... madame komt bij mij eten, hè? Dus drie keer in de week, zo'n beetje. Ja? Nou, dan moet ik boodschappen doen. Lijkt me wel. Ja.
En, die je niet al gedaan hebt. Ja, en dan moet ik eten koken. En zij hoeven mij hier in huis niets te doen. Geen afwas, helemaal niks, hè? Ik moet ook afwassen, hè? Ja. Ik bedoel, straks als ze een kerel vindt, hè, met iets iets leuks wil, ze kan niet afwassen, ze kan niet koken. Ja, wat heb je dan anders in de keuken? Zij kan afwassen en ze kan koken, ze kan het allebei. Oké, okay, dan moet je dat ook gewoon laten doen. Dat is wel leuk, want haar moeder, hè, ja? Die zegt dan tegen haar kind, we gaan eten tussen 6 en 7. Want dat wil Nina altijd graag. En dan belooft haar moeder dat. Dus is Nina op tijd thuis, 6:15. En de moeder is er dan natuurlijk niet. En dan wordt het 8:00. En dan krijgt mijn dochter honger. En dan gaat ze gewoon koken. Gaat ze gewoon net als de ratjes hier in mijn huis. Gaat ze gewoon in de kastjes. Dat is nou de juiste manier van opvoeding. Ja. Je maakt een afspraak met je kinderen, je komt gewoon niet opdagen. Ja. En dan wordt het vanzelf zelfredzaam. Exact, exact. En bij mij is dat dus gewoon niet zo. Overigens moet ik ook zeggen dat hier een stukje satire in zit, in deze opmerking. Dankjewel. En ook die opmerkingen die ik hiervoor heb gedaan over jouw dokter en dat ze niks waard is zou zijn in de keuken. Dat zijn natuurlijk satirische opmerkingen. Absoluut. Ik vind sowieso dat... Je kinderen niet moet vervuilen met religieuze gedachten. Oh, nou, dat is bij Nina echt heel eenvoudig. Ja? Die lust dat gewoon niet. Nee, goed zo. Ik heb haar ook voorgelezen, daar kwamen we terug van een vakantie uit Finland. Een stukje van Schopenhauer. Waarin Schopenhauer, maar dat is ook een beetje religieus gebabbel natuurlijk. Maar Schopenhauer zei... Je moet mensen van te weinig rondjes om de zon niet lastigvallen met filosofie. En dan was Nina dus echt te jong. En Schopenhauer had het echt over, je moet bij mensen richting de 18 jaar, kan je er een beetje mee beginnen. En toen ik dat voorlas aan Nina, was ze 11. Ja? Wat moet je dan met kinderen die in de waarom-leeftijd zitten? Zeg je, wat zei je? Wat doe je dan met kinderen die in de waarom-leeftijd zitten? Waarom? Oh, de waarom. Waarom? Ja, en dan geef je antwoord en vraag ze weer, waarom? Ja, gewoon uitleggen. Ja, totdat je het niet meer kunt uitleggen. Tuurlijk wel. Nee, maar het leuke aan de vraag waarom is... Er zijn een paar dingetjes waarin je kunt vragen van waarom. Ja, waarom draait de aarde? En dan heb je ook nog verschillende antwoorden. Ja. Dan kun je zeggen om zijn as, of om de zon. Hè, of om het centrum van het melkwegstelsel. Daar draait de aarde om. Dus waarom draait de aarde? Dat is op zich een goede vraag. Maar bij andere dingen... De natuur werkt niet met dat er ergens een verklaring voor hoeft te zijn. Ja, maar jij snapt net zo goed als ik dat de aarde moet draaien. Of er moet iets om ons draaien. Maar ergens moet die gratis energie vandaan komen. Ja, die komt van de zon. Ja. En de draaiing, denk ik wel. En, dus waar en ik wil van jou draaiing. Ook... En ik zou ook van jou graag... Ik heb nu even via de chatroom, is helemaal niet waar, maar via de chatroom een vraag binnengekregen. Maar waarom staat de maan altijd met dezelfde kant naar ons toe? Nou, dat is nou typisch zo'n ding, waar er is een verklaring van hoe het komt dat zo is. Waarschijnlijk is de maan aan de kant richting aarde wat zwaarder dan aan de kant... richting het universum, dat een omdraaiing van de aarde evens een dag is. Ja, precies. Dat is namelijk het hele eierijten eigenlijk. Ja, dus de maan is eigenlijk een soort ei, inderdaad. Die is aan de ene kant... Maar een maandag duurt dus een hele maand.
Precies, dus de maan is asymmetrisch. Die is aan de ene kant zwaarder dan aan de andere kant. Ja, waarschijnlijk wel. Want anders zou die niet de hele tijd met de punt naar de aarde zitten. Lijkt mij ook. Dat vind ik een hele plausibele verklaring. Ja. En Ik vind het wel leuk dat ik dat net zei. Hoe heet ook alweer dat boek? Maandag duurt een hele maand, weet je wel. Ja, maar hoe heet... De rest van de week, die duurt gewoon maar 24 uur per dag, weet je wel. Kijk, ik ga helemaal stotteren, maar want ik weet het niet meer. Maar hoe heet ook alweer dat boek wat geschreven is over die experimenten op de maan aangaande dit onderwerp? Is daar een boek over geschreven? Niet? Ja, ik weet wel dat er wetenschappelijke rapporten over geschreven zijn. Ja, precies, ja. En in welke jaren? Want, hoe deden ze dan die experimenten? Want ik zou zelf, ik ben echt heel erg nieuwsgierig naar, hoe hebben ze dat nou onderzocht? Waarom de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde staat? Want ze zijn er toch geweest? Ik kan mijn lachen bijna niet houden. Ze zijn er geweest? Ja, weet je, wij zijn niet naar de maan gegaan als mensen. Ik ben er nooit geweest, dat klopt. Maar we hebben er dus nooit mensen naartoe gestuurd. Maar ondertussen worden we wel geregeerd door buitenaardse reptielen. Zijn er UFO's geland in Roswell? Ah, ga er weg. Ach, nee man, nee. Don't start Roswell. Dat gaat toch niet, Marco. Dat was een fotootje van een pop. Ja, nee, maar dat bedoel ik dus juist. Ja. Al die mensen die bezig zijn met wat dan tegenwoordig heet conspiracy theorieën. Ik moet eigenlijk zeggen samenzweringstheorieën, want dat is een goed Nederlands woord. Uh-huh. Aan de ene kant zeggen ze van, ja, nee, we worden geregeerd door reptielen uit de ruimte. Ja. En aan de andere kant zeggen ze, ja, maar we zijn nooit naar de maan geweest, want dat is onmogelijk. Want we kunnen nooit door de Van Allenbelt heen gegaan zijn. Oh, en die aliens dus wel. Jezus die kan door de Van Allenbelt heen. Oh, Jezus kan natuurlijk, die kan alles. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Man, wat leuk. Wat ontzettend leuk dat jij en ik nu dezelfde kant op kijken. Ja, van, dat is een uitspraak van zo'n Franse dichter. Van l'aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. Dus de neus? Nee, niet de neus. Liefhebben, van elkaar houden. Is niet ja, dat je elkaar in de ogen kijkt. Nee. Ja. Maar je zei ME. Lemme. Ja, le ME. ME. Precies, ja, nee, dat we dat eventjes duidelijk hebben. Hm. Ik dacht even namelijk dat je het over de neus had. Uh-huh. Maar trouwens, de neus... Ik vind het best een... Alleen maar in de algemene richting. Ik vind het best een mooie uitspraak. Dat is van Saint-Exupéry. Ja, ik ga nou niet opzoeken, want iedereen kan... De auteur van de... Jij weet het wel. We hebben helemaal geen screencast nodig. Maar de auteur daarvan, die heeft dat boekje geschreven, De Kleine Prins. Oh, De Kleine Prins. Ja. Niet De Kleine Kapitein. Le Petit Prince. Le Petit Prince, ja, oké. Okay. En hij zei dus van liefhebben... Dat is niet dat je naar elkaar kijkt. Dat is dat je dezelfde kant uitkijkt. Ja. Oftewel dat de neuzen dezelfde kant op staan. Ja. Ja, dankjewel man. Ja, nee, dan breng ik ook die neus weer even terug. Mm-hmm. Dan breng ik ook die neus weer even terug waar ik het net over had. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat is een stukje even... Hoe heet dat? Terugkoppelen... We gaan het weer hebben over karma. Oh ja, daar zou ik het over hebben.
Maar ik wil, als we dan klaar zijn met karma, hè, zullen we het dan weer over evolutie hebben? Ik kan het natuurlijk ook ergens anders over hebben. Maar evolutie is wel iets om over te hebben. Want daar raak je volgens mij ook nooit over uitgepraat. Nee. Want desnoods kun je het hebben over de evolutie van ons gesprek. Bijvoorbeeld. In welke richting ontwikkelt zich dat? Ja. Ik bedoel, dat weet je maar nooit. Precies, want ik moet... Zij zijn niet zulke beroepsidioot als dat wij zijn, dus... Ja, precies. Ja, even weer stil. Ik heb dus inmiddels dus contact met een Joodse vrouw. Ja? Dus ik word steeds Joodser. Zou ik ook doen. Ja. Ja, in het kader van dat de wereld steeds islamitischer wordt, zou ik als Jood steeds Joodser worden. Ja. Als een soort reactie erop. Dat zou, kijk, dat is zo leuk, hè, beste luisteraars. Marco Robbersom is ervan overtuigd dat ik Joods ben. Maar nee, joh. Ja, maar ik heb geen Joods register. Ik weet de synagoge te vinden hier in de buurt. Maar ik kom daar niet binnen. Ik ben niet lid van de familie Cohen of zo. Mij tegen mij. Huh? Ja, er zei ook een tante van mij tegen mij. In elke familie zit er wel een Jood of iemand van adel. Oké. Dus als er in elke familie nu wel een Jood zit of iemand van adel, dan moet ik dus concluderen dat ik ofwel Jood ben, ofwel van adel, ofwel alle twee. Ja, en je kan ook stilstaan bij het feit waarom dat spreekwoord uitgevonden is en wat die mensen daarmee bedoelden destijds. Oh, dat vroeger dus de adel waren verkrachters. En de Joden ook. Oh, don't make me cry. Oh, nee. Inderdaad. Man. Ik moet trouwens zeggen dat ik geen last meer heb van NSA-bijwerkingen in onze verbinding. Gaat een stuk beter, hè? Ja, de geluidskwaliteit is een stuk beter. Ja. Nou, dat komt door die elite jongens. Die hebben echt werkoverlast. Wat hebben ze? Werkoverlast. Werkoverlast? Ja. Work overload. De elite? Ja. Oh. Er is een mooi Joods spreekwoord. En dat heet... Ik wens je veel personeel. Nou, dat is bijna net zoiets als het... Het Chinese gezegde van, mogen u een interessant leven beschoren zijn. Ja, exact. Maar ze hebben ontzettend veel mensen voor zich werken. En die zijn allemaal totaal vol idioot. En je hoeft tegen die mensen maar boe te zeggen. Ik ben al een paar keer op het politiebureau geweest. Gewoon voor hele burgerlijke zaken. Dan als slachtoffer. Maar het zijn poesies, man. Je hoeft maar te doen en zo. Ik heb al een plannetje geopperd om gewoon 's morgens vroeg om 7:30 een videoopname te gaan maken bij het gerechtsgebouw hier in Arnhem. Ja? Nou, al die mensen die even binnenkomen wandelen, die geven allemaal een pamfletje uitreiken. En dat doen we dan wel eventjes 3 dagen per week en dan 4 weken lang. Ja, wat? Gaat er op dat briefje staan dan? Nou, Marianne Vaastra. Ja, de vragen, nee. Nou, dat is zo gek, die wil nog steeds opheldering over een zaak die al lang of in de mottenballen ligt, of al opgehelderd is. Oh, hallo. Marianne Vaastra, dit is geen conspiratietheorie die ik nou uit, hè? Maar Marianne Vaastra, dat was een 16-jarige Friese vrouw. Ja. En die was echt hartstikke dood. Hè? Die was hartstikke kleren dood. Ja. En wie heeft dat gedaan? Nou, eerst kregen volgens mij een paar vluchtelingen de schuld.
En toen bleek dat het gewoon een lokale boer was die de vijand ingetrokken heeft en het kracht heeft en vermoord. En waarom staat die veroordeling, het requisitoor, op basis van Jasper, op basis waarvan Jasper Steringa, wat hebben we het over, veroordeeld is, waarom staat dat requisitoor bomvol met spelfouten? Omdat een gemiddelde politieagent nog geen lagere schoolopleiding heeft gehad. Henk J. Maus was officier van justitie. Ja, en? Die heeft 6 maanden de tijd gehad om dat te schrijven. Ja, maar goed, geef iemand 6 maanden de tijd om iets te schrijven. Toen geef mij 6 maanden de tijd om iets te schrijven. Ik bedoel, na 5 maanden heb ik zoiets van, oh, dat was toch nog iets wat ik moest doen. Nee, ik weet niet meer wat. Nou, dat merk ik dan tegen de tijd wel. En dan hoor ik dan waarschijnlijk een dag van tevoren wel wat ik moet doen. En dan schrijf ik het even snel en dan is het klaar. Zo is het ook gedaan. Ik denk echt dat het requisitoor, wat Henk J. Maus geschreven heeft, dat is onder invloed geschreven. Dat kan niet anders. Onder invloed? Was hij dronken? Ja, of pillen. Pillen? Daar wil ik me niet over uitweiden, maar het is echt iets, het is te jolig. Je gaat niet lollig doen over het feit dat er een 16-jarige vrouw... Dat is geen reden tot grapjes maken, en dat doet hij wel. Ja, nou ja, maar goed. Ik vind inderdaad dat hij dat wat serieuzer had moeten nemen. Zeker omdat die vrouw ook goed serieus genomen is. Had hij dat ook serieuzer moeten nemen? Hij heeft zich er lichtjes van afgemaakt. En ik weet ook dat binnen de kijk, mijn dochter had het nooit gemogen. Wat? Nou, Marianne Vaastra, die woonde in Zwaagwesteinde. Dat is links. Je hebt die weg naar Lauwersoog. Dat is best makkelijk. In Nederlands heb je zo'n gaatje bovenin. Dat heet Lauwersoog. Nee, ja? Het gat in het hoofd van Nederland. Precies. Ja. Loopt zo'n provinciale weg, die gaat omhoog. Ja? Heb je links daarvan, een kilometer of 7 naar links... Daar ligt Zwaagwesteinde. Ja? En heb je rechts, heb je dus, onder zit Buitenpost en daarboven zit Kolm. Je hebt wel door dat de luisteraars inmiddels afgehaakt zijn, hè? Nee, we gaan hier niet over schrijven. Behalve in Friesland dan, Het is belangrijk dat iedereen dit hoort. Want, kijk. De afstand van Kolm naar Zwaagwesteinde heb je echt richting 10 kilometer, hè? Ja, en? Zoveel is dat niet. Ja. En je dochter van 16, die mag naar een feestje in Kolm. En ja. Die wordt weggebracht door haar broer. Ja? Ja. En hoe komt ze dan thuis? Ja, ze was klaarblijkelijk dus niet onder begeleiding van haar broer. Nee, want de broer heeft er alleen maar weggebracht. Ja, maar die had er ook terug moeten brengen. Nou, ze was dus... heb je dus, als je van Kolm even terugdenkt... Ik heb die kaart, kan ik voorhalen, doe ik nu niet. Van Kolm terug naar Zwaagwesteinde heb je dus dat fietstunneltje... Waar altijd die buitenlanders stonden. Ja. En dan moet je onder het tunneltje door, iets verder. Daar lag ze. Ja. Bij een meiboom. Ja, maar dat is vrij logisch dat ze daar lag. In de blote kont. Kijk, als ik een lokaal iemand ben. Ja. En ik vertrak een meisje. En er stonden daar toch altijd maar buitenlanders onder dat tunneltje. Dan leg ik mijn slachtoffer dus onder een tunneltje neer, want dan wordt de schuld automatisch op die buitenlanders afgelopen. Nee, nu begrijp je hem niet goed. Oh. Je komt dus, als je het even voor je ziet, je hebt rechtsboven heb je Kolm, en dan linksonder Zwaagwesteinde. Ja. En aan de boven loopt die weg naar Lauwersmeer. En heb je dus, dan moet je dus door dat tunneltje heen, dan ga je dus door dat tunneltje heen.
Laat me even uitpraten. Nee. Dan ga je een paar honderd meter door. En nee, dan nee, naar rechts. Wat is de familie van je? Huh? Wat is de familie van je? Wat? Wie? Nou, Marianne Vaassa. Dat arme kind. Het arme kind? 16 lentes op bril. Ach, wat lig jij hier stil. Langs de kant van de weg. Nou, ja. Kijk. Bodewijn de Groot heeft er een nummer over geschreven. En dat was er nog voordat het gebeurde. Ja, je hebt wel gelijk op een bepaald moment. En, maar je weet wel degelijk dat Jasper Steringa... Dat je de aandacht voor wil vragen. Ja. Maar aan de andere kant, hoe lang is het geleden dat dat gebeurd is? Ben jij familie van me? Voel jij jezelf slachtoffer? Ik snap natuurlijk wel dat jij ook angsten doorleeft vanwege het feit dat jij ook een dochter hebt die ongeveer die leeftijd heeft. En dat misschien ook maakt dat je daar ook enigszins activistisch in bent. Maar, ik bedoel, dit is toch eigenlijk gewoon een ver van je bedshow, toch niet? Nee. Is een dichtbij show. Is het niet hier in Arnhem gebeurd? En ten tweede heeft het niets met jouw persoonlijke omgeving te maken. En we hopen dan misschien jouw bestemmingsdrang naar jouw dochter toe, die je goed kan begrijpen natuurlijk. Maar in feite vraag ik mij af waar je hier nou eigenlijk druk over maakt. Nou. En misschien heeft justitie daar wat dwalende in gedaan, maar dan nog. What's that to you? Nou, oké. Okay. Kijk, het recht op zelfverdediging, dat kan niet verleend worden. Weet je waarom dat is? Vertel. Omdat rechten niet verleend kunnen worden. Alleen privileges. Dat is de hele verklaring van de rechten van de mens is één grote bogus. Niet gaan afdwalen nu. Ik heb het gewoon over... Nee, je hebt het over dat rechten niet verleend kunnen worden. Ja. Dus dan is zo'n verklaring als van de rechten van de mens is dus totaal overbodig. Ik ben niet aan het afdwalen. Heb jij maar... Oh, op die manier? Nee, zonder... Ja, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Je hebt gelijk. Er zijn helemaal geen rechten van de mens. Ik wil hetzelfde recht als een kakkerlak. Rechten van jou? Die hebben veel meer rechten. Ik wil het recht van de zeldzame vogelbekdier. Oh, dat is wel jammer, want ik dacht nou net van... kakkerlakken hebben het recht om geëxtermineerd te worden. Kakkerlakken die kunnen rennen, jongen. Ja, dat weet ik. maar... Je kunt ook zeggen dat de mensheid bezig is met... een genocide tegen de kakkerlakken. Gaat ze niet lukken. Want die kakkerlakken winnen toch. Ik over kakkerlakken en Marokkanen. Ja, dan komen die weer. Kan dat eigenlijk in deze politiek correcte tijden? Mag je kakkerlakken en Marokkanen? In politiek correcte tijden dat je het niet mag hebben over groepsverkrachtingen in Keulen. en zulke politiek correcte tijden zijn we aanbeland. Dus ja, nee. En dat we natuurlijk moeten zeggen van, nou, moslims, kom maar gezellig naar Europa. om onze welvaart naar de klauw te helpen. Ga toch weg, man. Dat kan toch helemaal niet wat je nou zegt. Oh shit, ik heb hem weer verloren van jou. Dat is toch hartstikke politiek correct wat ik zei. Ja, dat wel. Oké, okay, nu even over Marokkanen. Huh? En ik noem eventjes een naam. Hafid Bouwassa. Nou, dat zegt me niks. Oké, okay. Dat is zo'n gedoodverfde Marokkaanse schrijver. En die schrijft van die vervelende stukjes in de Volkskrant. En dan krijgt hij nog €500 voor. En dan slaapt hij zich helemaal de pletter in de kroeg. En zijn kind is obese. Hij heeft een dikke dochter of een dikke zoon? Een dikke zoon, ja. Ja. En
En die vrouw, van wie hij die zoon heeft, heette dus een keer, toen had hij ruzie met haar of zo, en werd hij boos, en dan mepte hij het keukenraam dicht. En er zat haar vinger ertussen. En dat kootje, dat kon niet meer aangelijmd worden. Ze hadden toen geen goede lijm of zo? Ik weet niet. In ieder geval, hij had dus een vrouw zonder vingerkootje. Ik wilde er niet eens over nadenken, want ik heb helemaal gehoord hoe dat gebeurd is. Hè? Gewoon intieme knowledge, snap je? Je mag er bijna niet over hebben. Heeft hij jou apart genomen of stond het gewoon ergens in een artikel, ergens in een... Nee, ik ken die vrouw waarvan hij dat vingerkootje, die ken ik dus persoonlijk. En ik ken haar zus ook. En het zijn namelijk nichtjes van hun hully oom. En die heeft mij boekhouden geleerd. Oké. Ja, dus ik was bij de boekhoudleraar en ik ontmoette dus die twee zusjes. Waarvan die ene dus een vingerkootje kwijt is. Door haar fietbouwassa. Oké. Nou, en wat is die andere dochter die dus de vingerkootjes had weten te behouden? Echt up until today. Oké. Ja, dus, daar is niks mis mee. En haar moeder, die werd ook totally in love met een Marokkaan. En dan nam ze dus haar dochter mee naar Marokko. Gingen ze fijn op visite bij de nieuwe vriend. En dan ging ze s'nachts naar het toilet. En toen dacht ze, hé, wat raar. Hangt er een gordijntje s'nachts in de play? En toen keek ze beter. Dan zag ze, dat was een gordijn van kakkerlakken. Een gordijn van kakkerlakken? Ja. Maar je mag wel schijten, maar weet je wel, tussen de kakkerlakken. Ja, dat zal daar vaker voorkomen dan hier, dat neem ik aan. Wat hebben wij met Marokko? Ja, dat is een goede vraag. En Marokko valt op zich nogal mee. Dat is redelijk stabiel als je het vergelijkt met Libië of met Syrië. In Marokko, ja, Libië, ja. Wees rustig. Ja, precies, want in Marokko zit gewoon zo'n koning. Ja. Marokko is gewoon een politiestaat. Ja. En Libië, dat was op zich een beetje... Ook een politiestaat? Nou, in de tijd dat Gaddafi er zat. Had je een beetje freedom. Zo. Gaddafi ging en die luisterde niet goed. En die werd dan afgemaakt. Ja. En Saddam Hussein, dat was gewoon... Dat was overigens een hele verbetering voor Libië. Dat weet ik niet. Alweer heb ik hier enige satire in mijn woorden natuurlijk. Vertel. Dat een hele verbetering was voor Syrië. Libië, sorry. Moet ik niet de Assad met Gaddafi gaan vergelijken. Nee, want dat is appels met peren vergelijken. Ja, maar... En net hetzelfde als Hitler met Stalin vergelijken. Dat is er allemaal één pot nat. Het waren wel allebei dictators, maar natuurlijk hele andere dictators. Het is toch allemaal één pot nat? Want Hitler was zonder meer fout. En Stalin was gewoon goed fout. En Winston Churchill dan? Was dat het engeltje van de hemel? Nee, helemaal niet, een spietriek. Hè? Huh? Dat was een spietriek. Die zat zwaar aan de spiet. Was het een echt, was dat een spiet gebruiken? Ja, zeker. Ik dacht dat hij altijd alcohol dronk en sigaren ook, en zo. Ook. Huh? Nou, alcohol drinken, sigaren roken. Hoe hou je je kop dan nog een beetje helder? Interessant. En Roosevelt? Ja, die had polio. Die had... Ja, uiteindelijk... Roosevelt is echt... Zijn lichaam is echt gekrepeerd, hè? Ja. Die kon ten nauwe nood de laatste tv-uitzendingen doen. Die zat ook wel ergens op. En Hitler trouwens helemaal... Beetje onduidelijk wat hij allemaal ingespoten kreeg. Ik bedoel, hij leek zelf wel volgens mij een soort project van Mengele persoonlijk, maar
Oké. Okay. En die kreeg ook van allerlei rare dingen ingespoten. Maar over dat, hokolast, het hokolast. Welke last? Die hokolast. Ja, ja. Wat vind je nou van Cyclone B eigenlijk? Ja, het frappante is dat het ontwikkeld en gepromoot is om te gebruiken bij de uitroeiing van de Joden, maar dat het dus ontwikkeld is en dus gepromoot is door een Jood. Praat maar door. Ja, nee, om daar de Joden mee te vermoorden. Dus dat vind ik heel frappant aan Cyclone B. Want dat zou een humanere manier zijn dan ze door koolmonoxide vergiftiging te laten sterven. Ja, ja. En bovendien een stuk goedkoper natuurlijk. Ja. En dat heeft die Jood natuurlijk weer geholpen om zelf niet vergast te worden. Bij die beroemde uitspraak van Göring, dat hij zei van, ik bepaal wel wie hier een Jood is of niet, is precies op die persoon van toepassing. Exact. En een cyclone B, dat was waterstof cyanide. Ja. En dat was een granulaat. Hadden ze ervan gemaakt, want anders... Dat Hitler zichzelf vermoord zou hebben, zelfmoord zou hebben gepleegd. Oh. Uitgerekend ook met cyanide. Ik zeg ook zou hebben gepleegd, hè? Ja, als dat waar is. Maar even terug naar die cyclone B, hè? Even terug naar het cyclone B. De hele reden waarom dat sprookje verzonnen is, is omdat de geallieerden en vooral Rusland niet wilden dat er een cultus zou ontstaan dat Hitler nog zou leven. Dus hij is daar en dan, hij heeft zelfmoord gepleegd. Dat is eigenlijk gewoon een Russisch verzinsel. Samen met de Duitsers die ze toen bij die bunker of in die bunker hebben zijn tegengekomen. En jullie gaan dat verhaal vertellen, weet je wel. Die zijn gewoon door die Russen geïndoctrineerd om dat verhaal te vertellen dat Hitler zelfmoord gepleegd heeft. Omdat het voor de Russen heel belangrijk was dat er niet een soort een cultus zou ontstaan rond dat Hitler nog zou leven ofzo. Ja, en tegelijkertijd, wat ze doen, ze doen dat er twee tegengestelde verhalen de wereld inslingeren. Behalve in het geval van John F. Kennedy en Abraham Lincoln en Pim Fortuyn. Ja, dat soort mensen die zijn echt omgelegd. Ronald Reagan is ook gewoon in zijn buik geschoten. John Lennon is ook gewoon doodgeschoten. En de rest wordt gewoon in scène... Dus ironisch als dat hij is doodgeschoten. John Lennon is doodgeschoten door een Beatles fan. Ja. Tuurlijk. En dat is nog wel het allerraarste verhaal. Ja. John Lennon ging gewoon kaasje eten van zijn succes. Ja. Maar dat is niet de reden waarom hij vermoord is. Tuurlijk wel. Die gast die hem vermoord heeft, wilde gewoon de aandacht. Nee. John Lennon is om... Kijk, de Beatles, dat was een Freemason project. Mag ik even uitpraten? Nee, er zit een Illuminati achter. Ja, natuurlijk. Ja. Dat heeft een partij poen gekost, jongen. Ze hebben die band, dus de Beatles, die hebben in Hamburg, alleen in Hamburg, hè? 400 keer per jaar opgetreden. Ja, dat klopt. We hebben in Hamburg heel veel opgetreden. Misschien nog wel meer dan in Liverpool. Kijk, hè? En wie heeft dat betaald? Die kroegeigenaren? Nou, ik dacht het even niet, hoor. De hamburgers. Nee. Waar hadden ze toen nog geen McDonald's? Dat was gewoon papa moetje potje. Dat was gewoon een project. Ja. Je moet eens goed naar die teksten luisteren van die Beatles. Hoezo? Nou.
Dus dan wel, die mensen die gaan in hun tekst. Ze lachen ons uit. Daar komt het eigenlijk op neer. Die de Beatles? Ja. En de Rolling Stones en zo. En Prinses Beatrix. Ja. Het is gewoon hullie muziek. Prinses Beatrix maakt toch geen muziek? Nee, ze probeert te kleien. En dat kan ze ook niet. Nee, ik hou niet van die fucking Beatles songs, hè. Nee, man. Jawel. Nee, ik vind ze wel lekker ongecompliceerd of zo. Absolutely not, man. Nee, je gaat niet... In ieder geval die periode van laat ik zeggen, 62 tot aan 1967 waren ze behoorlijk ongecompliceerd. Pas daarna zijn ze eigenlijk een beetje serieus muziek gaan maken. Ik zal je vertellen, het was de hele tijd... En ik zal je ook vertellen, de Rolling Stones... De Rolling Stones, die waren ook all in the game. Natuurlijk. Dat is gewoon een... Kijk, en dat is wat ik erop tegen heb. Want in die jaren dat ik dus 20 was, en ook een beetje lalala, mijn spieren, weet je wel, wanna move, weet je wel. Ja, ik werd niet gefund. Ik moest op een houtje bijten. En dan een beetje dit en een beetje dat. En dan moet ik ook nog werken. En die lui, zoals dat is een John Lennon. Hè, die krijgt gewoon een tonnetje per jaar. Maar jongen, ga jij maar lekker muziek maken hoor. Ga maar lekker naar Hamburg. En dan ga je overal spelen. Het maakt niet uit. En wij betalen alles. Ja, is die wedstrijd eerlijk, Marco? Aan een cabaret-tekst, hè? En de eerste zin is... Ja. We worden niet serieus genomen. Zelfs als cabaretier word je niet serieus genomen. Nee, absoluut niet. Nee. We worden gewoon als cabaretier uitgelachen. Als cabaretier niet serieus genomen wordt... Ja. Hallo, anders ben je een hele slechte cabaretier. Ja. Moeten we je niet serieus nemen? Nee, we willen lachen. Hé, hey, dat gaat totaal de goede kant op, Marco. Ja. Nee, vandaar dat ik ook af en toe wat satirische opmerkingen maak. Nou, Marco, als je niet satirisch bent, dan hang ik... In het kader van de satire. Hey, ik bedoel, je kunt sarcastisch, maar satirische opmerkingen heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Sarcastisch, dat kan ik me dan nog wel voorstellen. Mm-hmm. Ja. Maar satirische opmerkingen hoor ik weinig over. En je kunt zeggen, ik doe dit in het kader van de satire. Dan wil je dus echt gewoon zeggen van, jongens, ik maak een grapje. En ik heb dat ooit eens een keertje iemand... En als je inderdaad, ik snap waar je naartoe wil, een satirische opmerking maken. Ja. Dat betekent gewoon over de limit gaan. Gewoon door de muur heen lopen. Als in met Alice in Wonderland. In feite, het uitoefenen van satire betekent eigenlijk alleen maar dat je de spot drijft. Met. Oké. Okay. Satire. Oké. Okay. Nou, dat vind ik wel een evolutie in ons gesprek. Even een paar dingetjes uitleggen. Ik bedoel, sarcasme is veel... veel zwarter en veel dieper eigenlijk dan dat. Nooit begrepen wat sarcasme is. Ik begrijp het niet. Nou ja, sarcasme is soms, maar ja, dat is ook weer een stukje, de grenzen tussen al die uitspraken, hè, van je hebt ironisch, je hebt in het kader van de satire, je hebt sarcastisch. Hmm. En ja, die grenzen daartussen zijn natuurlijk wel enigszins vaag. Die hele meuk, je bent kritisch, maar je kunt dus ook uiting geven aan je kritiek door dat te beamen waar je tegen ageert.
Die hele meuk, die mag van mij echt gewoon in een grijze zak van gerecycled plastic. En dan mee met de gemeente. En dan haal je één ding uit en dat noemen we gewoon humor. Nou, wat ik gewoon vind, dat de... Maar humor is voor iemand anders beledigend, hè? Kijk, er is een uiting, een sarcasme of cynisme, als het echt overkomt als zodanig. Dat zijn mensen die zijn teleurgesteld. Ik vind dat je voortaan ook geen tekeningen meer van mij moet maken. Oké. Okay. Dat is een pietje zelfs. En ik verbied iedereen om dat te doen. Mm-hmm. Op straf ervan dat je jongens zult branden in de hel. Wacht eens eventjes. Jij zit met mij een wedstrijdje Joods te spelen? Nee. Ik heb het helemaal niet over Joden. Ik heb het over juist een andere groep aanhangers van dezelfde God, maar op een andere manier. Dezelfde God. Namelijk de christenen. Leg even uit. Ik ben je echt kwijt, Marco. Ja, dat snap ik. Kijk, jij begrijpt mijn satire, dus klaplaakje niet. Of misschien moet ik in deze zin zelf zeggen sarcasme. Omdat ik dus het tegendeel zeg van wat ik eigenlijk bedoel. Ha. Ja, precies. Want dat sarcasme is dus de uiting van het teleurgestelde mens. Ja. Maar het is ook een vorm waarin je dus vaak het tegenovergestelde zegt van wat je eigenlijk wil zeggen, om te benadrukken wat je eigenlijk wil zeggen. Ja, kijk, en voor sarcasme is het dus wel noodzakelijk dat je mensen in je omgeving hebt. Die, ja, verantwoordelijk voor zijn. Die, ja, precies, die daardoor en heen kunnen... Ook teleurgesteld zijn. Ja, precies. Je moet het wel zeggen tegen mensen die daardoor heen kunnen stappen. Die in drie zetten mat kunnen zetten. Zo. Dat moet je eigenlijk niet tegen een. Dat moet je niet doen waar het publiek bij is. Het publiek. Kijk, als wij gaan optreden. Nee, maar stel, er zit een moslim in het publiek. Ledig ja. Is als ik iets zeg over Mohammed. Je blijft met je poten van Mohammed af, man. Dat moet je gewoon helemaal niet doen. Dat kunnen we gewoon prima gebruiken, want ik weet hoe het in elkaar zit. Jij bent katholiek, dus Mohammedaan. Nee, de paus denkt dat ik katholiek ben, dat klopt. Ja, want ik kan me niet uitschrijven bij de katholieke kerk. Mm-hmm. Ik heb het ook niet geprobeerd, maar ik heb gehoord dat het niet kan, dus waarom zou ik het dan proberen? Mm-hmm. Aan de andere kant ben ik overtuigd atheïst. Hoewel ik ervan overtuigd ook ben, aan de andere kant, dat God bestaat. Oh. Maar dan wel, God bestaat, maar dan wel in dezelfde zin als dat de kerstman bestaat. En, het Cthulhu-monster bestaat en het spaghetti-monster bestaat. Besta ik volgens jou? Allemaal. Maar ze bestaan in onze fantasie. Besta ik? Besta jij? Ja, jij bestaat ook. Maar niet alleen in mijn fantasie. Oh, jij gelooft in mij, net als in de kerstman. Ja. Oh, wat aardig van je. Ik geloof niet. Ja, ik geloof in hem in zodanige hoedanigheid dat het een fictief persoon is. Hè, net zoals God een fictieve, is het een persoon? Dat is ook nog een vraag. Dat hadden zelfs de Hindoes het al over. Die handelen het over personalisten en impersonalisten. Hè, de personalisten die geloven dat De allerhoogste persoon, lag het er maar even, dat het een persoon was. En de impersonalisten, die zeiden van, nee, het is een iets. En dus in die discussie zitten we nog steeds eigenlijk. Nee. Wel. Nee. Want er zijn nog steeds mensen die geloven dat de wereld maar 6000 jaar oud is. Dat die in 6 dagen geschapen is door een soort Superman. Die het voor elkaar krijgt om eerst het licht te maken en dan pas de zon aan de hemel te zetten. Ja. En voor
voor die heb je daar moeite mee? Nee, voor die tijd heeft hij ook al de dag en de nacht gedefinieerd. Ja, natuurlijk. Hoe logisch wil jij je papje gevoerd krijgen? Ik zou je zeggen dat als ik, laat ik zeggen, 500 jaar geleden geboren was geweest, dan was dat mijn verklaring van hoe de wereld ontstaan was. Ja, ik bedoel, dan had ik namelijk ook geen betere referentiekader. En als iemand had gezegd van, hey joh, het is helemaal niet zo dat de zon om de aarde draait, maar de aarde om de zon, ja, dan had ik hem compleet uitgelachen. Waar haal je die onzin vandaan? Jij gelooft dat wij om de zon heen draaien? Nee. Nee, wij zijn ego's. Wij draaien om onszelf heen. Nee, ik bedoel als bolletje. Jij gelooft dus... Nee. Laten we hier om lachen. Ja. Maar nee, ik bedoel... Kijk, omdat we de hele tijd om ons heen draaien, om onszelf heen draaien, daarom botsen we ook af en toe. Ik wil even helderheid. Nee, maar daarom behoren wij ook tot de lokale groep van botsende ego's. Meneer van de tele... We namelijk overal zijn, in het hele universum. Marco Robinson. Sommige botsende ego's worden een planeet. Marco Robinson. Een beetje lopen schoppen in het stelsel. Hij gaat een beetje lopen botsen met andere planeten. Luisteraars, ik kom er niet tussen. U hoort het wel. Nee, volgens mij draait... Dat kom je er nog moeilijk tussen. Ja. De zon die draait natuurlijk om ons. Of laat ik het anders zeggen, de zon schijnt voor ons. Of de zon zich daarvan bewust is, weet ik niet. Want ik denk dat de zon, als die een bewustzijn zou hebben, zoiets heeft van, lekker aan het schijnen. En als hij een beetje rondkijkt van, hé, verrek, er gebeurt wat op dat kleine gekke blauwe planeet. Mm-hmm. Eerst kijkt hij trouwens naar dat gekke andere planeetje. De ochtendster of de avondster. Trouwens wordt die allebei genoemd. Venus. Venus dus eigenlijk. En daar gebeurt namelijk ook best wel wat hoor. Hmm. Ik wil niet zeggen dat het daar prettig toeven is voor ons mensen. Want misschien gebeurt er daar juist wel een beetje te veel. Hebben ze daar satésaus? Ik denk dat als daar leven is zoals wij het niet kennen, dat zij een equivalent hebben van wat wij satésaus noemen. Man! Oh, en dan moet het dus wel leven zijn zoals ze niet kennen, want zoals ze Venus niet kennen, ja, is daar gewoon geen leven. Dat is wel mooi, dat is het gewoon... Maar dat is dan leven zoals wij het kennen. Hier word ik zo blij van. Dat is gewoon satésaus op Venus. Er is satésaus op Venus. Ja, ik vind het wel een goede vraag. Is er satésaus op Venus? Uh-huh. Maar dan is ook, moet je ook meteen de vraag stellen van, is er satésaus op Mars? En wat weet jij van Mercurius? Dat daar waarschijnlijk geen satésaus is. als ze dus satésaus hebben, dan is heel, heel erg heet. Ik denk dat ik... Venus is ook behoorlijk pittig dan, hè? Als er dan tenminste Venus thuis is op Venus. Als het daar al is, ja. En de maan ook niet, hoor. De maan, nee. Nee. En Mars heb ik ook echt mijn twijfels. Bij satésaus... Moet ik toch even op terugkomen? Nee, even over... Nee, ik wil even een stukje terugkoppelen.
Laat me even botsen. Die maandag. Nee, maar even botsen dat over... Dat gewoon een hele maand duurt. Ja, maar even botsen over die satésaus. Ja? Voor goede satésaus moet je naar Indonesië. Nee. Of Suriname. Nee. Goede satésaus maak je zelf. Met de juiste ingrediënten natuurlijk. En die komen van de Konimax. Ja, en waar komt de Konimax vandaan? Dat komt dan met Indonesië. Dat is gewoon de opvolger van de VOC. Dat ben dan die kleurling, ben dat. Nee, Konimax is gewoon, dat is de Unilever, dat is gewoon de opvolger van de VOC. Ja. Maar dat ben de kleurlingen. De multinationals. De multinationals. De multicultie willen promoten. Jij bent toch net als ik heel erg dankbaar voor het feit dat we ook CT-saus kunnen eten, of pinda's, hier in Nederland. Ik ben heel erg dankbaar voor het feit dat ik op dit stukje van de aarde terecht gekomen ben, in plaats van een heel ander stukje van de aarde. Ja, en achteraf heb ik er spijt van, want ik denk, ze hadden beter daar in Arabië iemand als jij moeten hebben. Nee, je zou de kop afgehakt hebben. Echt waar, joh. Echt waar. En, zo erg daar? Nou, of ik zou waarschijnlijk heel erg een radicale priester zijn geworden. Oké. I'm a preacher man, dat weet ik. Ja, want je bent er lui om te werken, net als ik. Ze luisteren ons af. ik probeer nou net gewoon een beetje van... Als ik gewoon ga zeggen dat er een wezen bestaat dat buiten de natuur is, dan hoef ik niet meer te delen. Of althans, het delen wat ik dan doe, ziet er dan niet meer uit als delen. Maar dat is dan gewoon godsdienst. Ja, godsdienst, ja. Als je in de kerk komt, en trouwens in de moskee is dat waarschijnlijk net zo, dan gaat op een gegeven moment een zakje komt er langs, en dan word je daar geacht geld in te stoppen. En daarvoor al, dat je überhaupt de moeite neemt om er helemaal naartoe te gaan, want die benzine moet je zelf betalen, die krijg je niet vergoed van de kerk. Ik zou je zeggen dat die priesters in de tempel van Jeruzalem zich vet gevreten hebben aan lamsvlees. En want die lammeren, die werden allemaal geofferd in die tempel. En dat was dan voor God, want dan zou God dat opeten. Ja, God eet natuurlijk niks op. Marco, nu ga je liegen. Nu ga je liegen. Oh, maar liegen doet iedereen altijd, dus... maar mag ik nog even... Nee, maar als je eten neerlegt voor God, dan zal hij het opeten. De paus is God. De paus is God? Ja. Nee, de paus is een leugenaar. De paus is God per decreet, per... look it up, papal bull. Bij wiens gratie? Bij wiens gratie? En gewoon per wet. Canonical law. Hij is God niet, hij is een plaatsvervanger. Nee. Ja, de vicar. Maar hij is God. Hij is niet Sinterklaas, hij is een hulp Sinterklaas. Een hulp Sinterklaas, om dat maar zo te zeggen. Kijk, Het maar dat ook zo'n eigen hoed op heeft, want Sinterklaas heeft precies dezelfde hoed op. Ik heb vandaag een film gezien over... In Nederland. Maar even wat terug naar de paus. Ja, nee, ik was net bij Sinterklaas en die heeft dus net zo'n hoed op, dus we gaan terug naar de paus, ja. Mooi, ik vond het een mooi bruggetje. Hij is, want dit is een hele mooie van George Bush... En er werd aan hem gevraagd,
op gewoon de regionale, normale tv, reguliere tv. Ja. En laat me uitpraten, ik moet even nadenken. En hij had Poetin gezien. En er werd dus aan George Bush gevraagd van wat zag je toen je in de ogen keek van Poetin? En toen zei George Bush, toen zag ik zijn ziel. Laat maar uitpraten. Nou komt hij komt nu passen. En daarna had hij ook kennis gemaakt met de paus. Dat was de, ja, ik weet niet meer hoe die toen heette, weet je? Dat is iedere keer weer iemand anders. Ja, maar goed, wat zag je toen je in zijn ogen keek? En toen zei George Bush, toen zag ik God. Wat kon die George Bush goed hier zeggen? Ik denk dat hij echt God zag. Ik denk dat hij echt in zijn broek scheet van angst. In ieder geval iemand. Dat is gewoon bullshit, weet je wel, dat is gewoon propaganda. En je weet, George Bush is een goede leugenaar. Mm-hmm. En ook nog eens een keertje eentje die vrij. Die de rest van de organisatie, wat de Amerikaanse regering of wat het dan ook is, hij is vrij makkelijk te beïnvloeden. Hey, want hij gelooft dan aan God, bijvoorbeeld. Waarom willen ze in Amerika geen atheïst als president? Omdat hij moeilijker te beïnvloeden is, want die is kritisch. Dus wat dat betreft is Donald Trump de ideale kandidaat. Voor de Republikein. Nou, kijk, Amerika is met de Declaration of Independence zo. Toen zei ze, dat was een, Ik wil even niet slecht zeggen. En dan zeg ik iets en dan kom ik meteen op een, oh ja, dat kan ook iets anders betekenen. Uh-huh. Maar ik wil niets slechts over Amerika zeggen. Voorlopig niet, in althans, want als straks de islamitische horde aan de muren van Wenen staan, Niet zo zeuren, man. De Amerikanen best wel willen gebruiken, namelijk. Dus als ik niet slechte dingen over Amerikanen kan zeggen, dan heb ik daar misschien later spijt van. Er valt helemaal niks slechts over te zeggen. Oké. Ik bedoel, als ik dat 10 jaar geleden had gezegd, werd ik meteen voor racist en anti-islamitist en wat dan ook uitgemaakt. En tegenwoordig geeft eigenlijk iedereen me gewoon gelijk. Ja, en dat is dus evolutie. Dus we hadden afgesproken het over karma te hebben. Nou, dat is ook hetzelfde natuurlijk. Komen we toch op evolutie uit. Ja. Maar is evolutie dan karma? Of karma evolutie? Ja. En? Maar dat is een vraag die ik mezelf stel. Als je nou gelooft in karma, hè? Uh-huh. En ze zeggen dat de karma je uiteindelijk wel inhaalt. Uh-huh. Maar hoe zit het dan als karma je eenmaal ingehaald heeft? Loopt het karma dan voor je uit? Uh-huh. En wat betekent dat? Als het karma voor je uitloopt? Uh-huh. Ik volg je. Ja, ik heb er geen antwoorden op, maar... tenminste niet zo 1, 2, 3. Mm-hmm. Maar stel je maar eens voor dat het karma op je vooruit loopt. Dus je ondervindt eerst de consequenties voordat je handelt. Snap je? Je krijgt een klap voor je kop voordat je het gevecht hebt uitgelokt. Ja. En jij weet
ook. Dat als je een gevecht uitloopt, dan krijg je op een gegeven moment klappen. Of je deelt jezelf uit. Eén van de twee. Mm-hmm. Dat is karma. Maar als karma voor je uitloopt, dan krijg je eerst wat klappen voor je bek. Oh. Dus 2 weken later ga je pas die ruzie uitlokken. Opmerkelijk, want ik heb dus echt klappen voor mijn bek gehad, hè? Ja, ik ook. Ook zonder dat ik ze had uitgelokt. Toen werd ik boos. Snap je? Nee, ik had in de kroeg, weet je, ik word altijd zo dronken in de kroeg vanwege de alcohol die ze daar verkopen. Hè? En je moet weten in welke. Je moet gewoon, de mensen moeten ook gewoon verbieden dat je geen alcohol meer mag verkopen in de kroeg, want anders worden mensen zoals ik, die worden daar een beetje dronken of aangeschoten. Dus daarom moet dus alcohol verboden worden in kroegen. Ja, want anders ga ik dus klappen krijgen. Kijk, weet je, dit is geniaal. Ik bedoel, de moslimbroeders, die jubelen nu al, ja, van, oh, ze gaan alcohol verbieden in de kroegen. Omdat alcohol in de kroegen, dat zouden mensen, tenminste de vluchtelingen, de immigranten nog wel eens kunnen aanpakken. Dan gaan die immigranten, die gaan mensen zoals ik in elkaar rammen. Ja. En mensen zoals ik. Ik bedoel, vergeet niet, ik heb lange haar. Ja, net zoals een heleboel andere mensen. Uh-huh. Maar ik bedoel, in hun cultuur is het zoiets van, als je lang haar hebt, dan ben je een homo. Uh-huh. Dus, en ik ben geen homo. Maar in hun ogen wel. Dus ik moet uitkijken dat ik geen klappen krijg voor niks. Alleen al omdat ik lange haar heb. Inderdaad, ja. Snap je? Ja, lullig, man. Heel lullig. Ja, ik kan natuurlijk ook wel mijn baard laten staan. Dat is natuurlijk anders. Ja. En als je een baard hebt, dan ben je een vroom mens. Ja. Dat is eco. Weet je, die baard die kriebelt en die irriteert me de hele tijd. Stel dus je niet doen. Zo aan, man. Kom op. Ik heb geen optie in dat hele spel, zeg maar. Het enige wat ik heb. Ja? Mm. En dan kom ik toch wel op een stukje. Kom ik toch op een stukje zelfverdediging uit. En dat wil niet zeggen dat ik met een pistool rondloop. Want dat is. Acht dat nog niet noodzakelijk. Want ik denk dat ik mezelf aardig kan redden zonder zo'n ding. Omdat ik bepaalde. Zelfverdedigingsstrategie hebben. Aha. En dat is niet gebaseerd op geweld. Misschien een beetje geënt op intimidatie. En dat doe ik dat niet in de zin van dat ik zo'n intimiderend persoonlijkheid ben. Maar intimidatie in de zin van dingen intiem maken. Hè, van mensen mijn vrienden maken. Mensen intiem met mij maken. Ja. Zodat ik uiteindelijk met een goede gast. Maar hij gelooft nergens in. Ook niet in Allah, maar hij is wel een goede gast. Aha. En dat geeft mij een bepaalde bescherming. En mensen vinden mij aardig en dat geeft mij een bepaalde bescherming. Ja. Dat is gewoon zo. Precies. Dat is een mooie van in het christelijk dogma. Daar zaten ze te klagen van, oh Jezus, als jij nou straks doodgaat, wat moeten we zonder jou? Maar Jezus is al lang dood. Ja, Jezus zei toen, zit niet zo te zeiken over mijn komende dood. Want als ik niet doodga, dan gebeurt het niet. En als ik wel doodga, dan gebeurt het wel. Ja. Weet je, ik denk, er zijn mensen die streven naar een eeuwig leven. Bestaat toch ook gewoon? Ja, nee, maar hoe je het ook bekijkt. Nou, ik moet het ernstig zeggen zonder tijd. Hoe je het ook bekijkt, of kijk. Een eeuwig leven is een hel.
I know how. En of je nou op een wolkje zit met een paar hele stijve harken die je niet kent, die altijd goed geleefd hebben en netjes het geloof gevolgd hebben, en daar harpjes mee aan het spelen bent, of je zit in het helle vuur met iedereen die je kent, met al je vrienden, die allemaal gezondigd hebben, allemaal niet genoeg geloof hebben gehad in de Heer, en je hebt nog een party, weet je wel. Waar kies je? Hoi. Ik hoor Jean-Paul Sartre, en die zei l'enfer c'est les autres. De hel. En de toekomst zijn anderen. Nee, de l'enfer, de hel. De hel, dat zijn de mensen om je heen. Oh, dat heet l'enfer. De l'enfer, ja, de hel. De toekomst was. Huh? Ik dacht vroeger dat de hel in het verleden lag. Dat heette toen de Tweede Wereldoorlog. Oh. En dat zijn mijn ouders, dat was een hel. Overigens, de hel is een Germaanse godin, hè? De Germaanse godin van de onderwereld heette de hel. Ja. En dat is ook zo. Wat er ook over gaat. Ik heb op Red Eyes Creations, dat is een Scandinavisch radiostation, gehoord. Er was een man uit Finland, en die had een mythologieën, die waren gewoon bij monden overgedragen. En die vertelde dus over een taal die ze spraken in Scandinavië. En dan heette dat gebied, wat helemaal onder het ijs zat. Maar er waren bepaalde plekken, die hadden geen ijs. Dus daar kon je naartoe. Ja, en maar dat gebied daartussen, dat hele stuk in die ijstijd, dat heette de hel. En dat kennen wij in het Nederlands, gewoon het was hel licht. Dan moest je echt met een zonnebril naartoe. Land? Want de zon was echt. De zon scheen. Ja, weet je, ik bedoel, die Germanen hadden een hele rare godsdienst. Want die zeggen ook dat hun goden op een gegeven moment doodgaan. Klopt. Ja, de Griekse goden gaan niet dood. Alhoewel Zeus natuurlijk. Op moet passen, omdat er een profetie is die tegen Zeus zegt van als er een god op natuurlijke wijze wordt geboren, dan is het einde van het hele godenrijk. En uiteindelijk is dat misschien ook wel gebeurd. Alhoewel. Ja, precies. Is dat gebeurd met Jezus? Ik denk dat Jezus nou op een bepaalde natuurlijke wijze is geboren. Op een bepaalde manier vind ik het van wel, eigenlijk. Hoezo? Onbevlekte ontvangenis. Als het echt een onbevlekte ontvangenis was geweest, dat is iets wat in de natuur voorkomt, zou Jezus geen man geweest zijn, maar een vrouw. Ja, dat is maar hoe je dat allemaal... Nee, we gaan nu niet mieren... En niet in sprookjes. Hallo, revolutie is misschien ook wel een sprookje. Maar jij bent wel gewoon met me eens dat als we het hebben over het karakter van Jezus. Dan ik weet niet eens of die bestaan heeft. Je valt me in de reden. En het karakter, Het karakter van Jezus. Hij was in ieder geval geweldloos. Oh ja? Hij had de pesthekel aan belasting betalen. En hij had ook de pesthekel aan belastingbetalers of mensen die daarover kloegen. Nee, want hij ging om met tollenaars. Tuurlijk, tollenaars. Romeinen, ja. Mensen moeten toch wat tevreden hebben. Nee, hoezo? Jezus niet gewelddadig. Ik bedoel, hij is op het tempelplein is die... Heeft hij zijn fury laten zien, weet je wel? Dat klopt. Daarover hebt, alle dingen die Jezus Marco, over Jezus, die kloppen dus niet. Nee, kijk.
Dat verhaal met wat hij gedaan heeft, dat nee, kijk, met die... jij verwart Jezus met een van zijn verhalen. En een van zijn verhalen is de barmhartige Samaritaan. Maar Jezus is de barmhartige Samaritaan niet. Jezus was niet gewelddadig en leerde ons dat wij allemaal broers en zusters zijn en wij wonen in het huis van ons vader. Ja, en als je belasting wil betalen, en dat is het je hobby, dan ga je maar lekker belasting betalen. Tegelijkertijd zegt hij, want ik ben hier niet om vrede te stichten, nee, ik wil de vader tegen zoon opzetten, dochter tegen moeder, ja. Broer tegen zus, absoluut. En iedereen tegen iedereen. Ja. Dus hoezo is hij niet oorlogzuchtig? Man. Kijk, misschien dat jij eerst Boeddha moet gaan leren begrijpen? Ik heb naast Boeddha gewoond, jongen. Wat heb jij gedaan? Ik heb naast Boeddha gewoond. Naast Boeddha gewoond. Gautama, Prins Siddhartha, gaan we weg. Dat was mijn buurman. Ik ben een buurman van Boeddha. En dat is werkelijk waar. Nou, als je nou gewoon een lijntje trekt, gewoon extrapoleert... Het was een Hongaar, die Boeddha heette. Oh shit, je houdt me voor de gek. Nee, ik hou je niet voor de gek. Die man heette echt Boeddha. En die woonde naast mij, dat was mijn buurman van me. En die heette Boeddha. Uh-huh. Ik bedoel, jij houdt jezelf voor de gek. Met het idee dat ik iets... Ja, metafysisch wil zeggen over Boeddha, dat hij mijn buurman is. Nee, het is gewoon een man uit Hongarije, die heeft en die heeft naast me gewoond. Die heeft jarenlang bij de AXO gewerkt, is uiteindelijk aan een bloedziekte overleden. Of dat nou gerelateerd is aan de AXO, dat weet ik niet. Maar zou zomaar kunnen. Maar het feit is... Als ik zeg van dat ik naast Boeddha heb gewoond, heb jij daar een andere voorstelling bij dan wat ik heb doorleefd? Snap je? Ja. Het beeld. Kijk, ik kan nu ook zeggen dat mijn huidige buurman, heet met zijn achternaam Buurman. Dus ik heb een buurman. Is het echt zo? Ja. Jouw buurman heet Buurman? Mijn buurman heet met zijn achternaam Buurman. En dat is dus net zo gek als dat ik dus een buurman heb gehad die Boeddha heet. En zijn er ook mensen in jouw omgeving die medelijden hebben met jou? Medelijden met me hebben, weet ik niet. Maar ik weet zeker dat een hele hoop mensen denken van, nou, die gasten moeten we niet serieus nemen. jij lacht ook al op mij. Ja, verschrikkelijk. Ik schaam me diep, Marco. Helemaal niet doen. Nee, ik vind juist goed dat je om me lacht. Want in zekere zin bevestigt het juist dat je me wel serieus neemt. Ja. Daarom zeg ik van, In Nederland word je tegenwoordig niet meer serieus genomen als cabaretier. Man. Weet het alleen nog niet aan welke cabaretier ik kom. Guido Weijers lijkt me wel wat. Weet je zo'n cabaretier waar ik ontzettende medelijden mee heb, hè? Ja. Nee. Nu ben ik aan de beurt, hè? Ja. Oké. Mijn cabaretier waar ik echt heel erg veel medelijden mee heb. Hans Teeuwen. Wat ben ik blij dat ik Hans Teeuwen niet ben. Oh nee, dat geloof ik. Maar je moet geen medelijden met me hebben.
zie jij hoop voor die man? Nee, maar je moet geen medelijden met hem hebben. Nee. Dan gaan we het misschien toch hebben over een stukje karma. Mm-hmm. Ik ken Hans Teeuwen eigenlijk niet. Omdat hij zou een keer een voorstelling doen in het Posttheater. Mm-hmm. En de zaal was uitverkocht. Mm-hmm. Wij staan te wachten als technici. Mm-hmm. En hij komt gewoon niet op daar. Ja, ik had even gezien. Dat was zijn verklaring. Apart. Dus. Ja, nee, maar goed. Desondanks, weet je. Zijn handelen heeft. Ik zeg voor het Posttheater heeft dat natuurlijk geen repercussies gehad. Ik weet niet wat de directeur rechtelijk gedaan heeft. Of hij de schadevoering heeft geëist. Of, want het is toch contractbreuk wat er daar gepleegd wordt. Maar met zo iemand kan ik geen medelijden hebben. En voor hem heeft zijn karma hem waarschijnlijk nog niet eens ingehaald. Want hij is wel succesvol. Hij trekt nog steeds volle zalen. Hij trekt weer volle zalen, moet ik zeggen. Mm-hmm. Dus nee, daar heb ik geen medelijden mee. Ja, ik wel. Ik vind hem over het paard getild. Ja, maar dat kan ook eigenlijk alleen maar iemand zeggen die zelf ook over het paard getild is. Ja, I know my fate, weet je wel. Maar dan kijk ik naar Hemmy en denk ik, jij, yo, doodlo, he doesn't know nothing about physics. Ja, hij kan lekker lullen, maar... Maar goed. Dat is het verschil tussen een kunstenaar... Nee, ho. Ik stop deze uitzending, hoor. Grapje. Maar kunstenaar, het komt van het woord techne, hè? Grieks is het techne. Het komt niet van het woord techne. Techne. Kunstenaar techniek. Dat is. De technicus is een kunstenaar. Dat is de enige kunstenaar. De resten zijn flapdrollen. Ja. Tenzij je natuurlijk een kunstige flapdrol bent. Want dat kan natuurlijk ook. Dat is de escape route. En ik ben absoluut een flapdrol, dus. Jij bent een technicus. Ik morgen wel weer even mijn kunsten mag laten vertellen. Nee, Marco, jij bent een technicus. Dus kunstenaar zei je net. Lieg niet tegen mij, Marco. Ja, jij zegt net, de technicus is de enige kunstenaar. Absoluut. Nou, dan, als ik dan zeg dat ik kunstenaar ben, en jij zegt, hey Marco, jij bent technicus. Wat zeg je dan eigenlijk? En, dan spreek je jezelf tegen. Heb je me nou net schaakmat gezet? Ja. En hebben de mensen nu begrepen het verschil tussen... Nee. Ja. Nou, sommigen misschien. Ja, wat wij... Dat is al heel wat, hoor. Zie, want wij praten in onze taal over het verschil tussen techniek en kunst. En het is hetzelfde woord. Eigenlijk niet. Oh mijn god, nee, nu ga ik echt helemaal dronken worden. Wat nou ja, je hier tegen inbrengen, man? Ik zeg dat een goochelaar gebruikt zijn techniek. Ja? Mm-hmm. Kunstenaar ook. Mm-hmm. Maar, kunst is toch wel in zekere zin iets bijzonders. Mm-hmm. Dat je iets bijzonders creëert. Maar je creëert het eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar je stelt het samen. Mm-hmm. Ik bedoel, je kunt wel zeggen van... Ik heb iets
Mm-hmm. Zwaar, maar je hebt dat gemaakt uit de materialen die je tot je beschikking had. Mm-hmm. En dan noem je dat toch creëren. En eigenlijk creëer je niks. Het enige wat je aan het doen bent, is dat je met materie aan het schuiven bent. Mm-hmm. Want de materie bestaat al. Mm-hmm. Ik volg je. En dan zou je bijna zeggen, wie heeft de materie gemaakt? En dan zeg je gewoon, nou ten eerste doet dat er niet toe. Mm-hmm. Want wat ik ook maak, wat ik ook doe, mm-hmm. Hoeveel mensen er naar kijken en hoe interessant ze het vinden. Mm-hmm. Nou, want dat is eigenlijk allemaal heel onbelangrijk. Want het is gewoon maar een ordening van de materie. Ja. En dat iemand heeft dat alles geordend. Hè, van Gogh heeft wat verf op het doek gegooid. Nee, nu niet over Van Gogh beginnen. Nee, niet Theo, ik bedoel die andere. De schilder. Die zijn broer. Nou, die heette toevallig ook Theo trouwens. Is dat toeval? Ik dacht net wat anders. Ze hebben Van Gogh vermoord. Die heeft zichzelf toch leven genomen? Hij heeft eerst zijn eigen oor afgesneden. Dat is niet waar. Dat was Gauguin die dat deed. Gauguin heeft het oor van Van Gogh afgesneden. En dat is omdat Van Gogh niet met hem mee wilde naar de Zuidzee. En toen sneed hij zijn oor af. Ja, daar hebben ze ruzie om gekregen en toen heeft Gauguin gezegd. Oh ja, ja, natuurlijk. Wat een bullcrap. Dus ja. Kijk, zo zijn de dingen die je verteld wordt niet altijd zo zoals ze werkelijk gebeurd zijn. Noem mij één verhaal wat in de krant stond en wat echt klopte. Behalve die ene keer dat het weerbericht goed uitviel. Heeft er ooit in de krant gestaan, een vrouw overleeft hartoperatie? Ik kan me niet herinneren, nee. Nee, dan zou het kunnen kloppen. Dat hart tenminste. Vertel. Dat het hart klopt. Ik bedoel, hoe was het ook alweer? Er ligt een man dood op straat, dat klopt er niet. Oh, die weet ik ook niet. Nee, oh, kut. Zijn hart. Oh. Dat is Amsterdamse humor, hoor. Hoe zit het nou eigenlijk precies met de Joden? Joden? Oh, die hebben een beloofd land al lang gevonden. En in een beloofd land heet geen Israël, want Israël is het beloofde land van de Levieten. Mm-hmm. Eén van de stammen van Juda, mm-hmm. Levieten, mm-hmm. Die willen terug naar Israël. Mm-hmm. Onder de Joden, die willen gewoon in Amerika blijven wonen, want daar hebben ze veel bij dan. Ja, dat is al die Goyim daar. Al die Chiksa's. Chiksa's. En die Joden die in Antwerpen wonen, die willen daar ook niet weg. Mm-hmm. Dus er is maar een bepaalde groep mensen die terug willen naar Israël. Precies, die Joden die hebben een soort multicultureel probleem. Nou ja. Ik denk dat de Joden de eerste mensen zijn die aan hun lijf hebben ondervonden dat multiculti niet werkt. Ik
ik bedoel multiculti in de zin dat je hebt dus meerdere culturen onder de Joden. Je hebt dus die multiculti Joden. En die willen gewoon lekker in Marokko en Amsterdam, Antwerpen blijven wonen. En die andere Joden, die willen per se in Israël wonen. Dat zijn dus twee verschillende culturen. Dat zijn twee totaal verschillende culturen. Ja. De ene Jood is namelijk een Zionist. Mm. Die wil naar Israël. Mm. En die andere Jood is fuck you. Ik heb die hartstikke goed. Ik ben lid van de familie Rothschild. En ik heb Poenzat. Dus ik hoef hier helemaal niet weg. Ik heb het hier beter dan dat ik het in Israël ooit zou kunnen hebben. Precies. Ik denk dat die schaakpartij daarboven... Ja, dat is die schaakpartij daarboven, hoor. Wel. Maar ze zitten echt... Nee. Hun paarden staan verkeerd. Nee, kijk, het zijn allemaal fractals. Het zijn wat? Allemaal fractals. Om beelden. Allemaal wiskunde. En ik weet niet of iemand dat verzonnen heeft. Uh-huh. Maar dat is de manier waarop het werkt. Het is gewoon pure wiskunde. Wil je nog even doorpraten? Oh, ik kan nog wel uren doorpraten. Oké, maar dan ga ik eventjes... Nee, maar of jij moet nu voorstellen... dat we een eind maken aan deze opname. En dat wij nog gezellig even een biertje gaan drinken in de wacht, want nu kan het nog. Nee, ik ga niet meer naar... Het is mij te winterig buiten. Maar ik dacht, ik ga even een save doen tussendoor, want ik zit de hele tijd op te nemen. Ja, ja. En de laatste keer is het ook een keer mislukt. Ik wil even een save doen. Beschäftigd. Uh-huh. Ja, dus ik ben even 2 dagen gewoon niet bereikbaar. Ja, ik bedoel voor zo dadelijk. Dan doe ik nou even een save. Ja? En dan start ik hem opnieuw op. En dan praten we even verder. Maar haal ik even een beetje koffie? Nee, want... Stop hem niet eens maar. Uh-huh. Kunnen we in die tussentijd nog even hebben waarom ik zeg van... Dat doen we de volgende keer. Dat is goed, oké. Dan druk ik het nou stop. Ja. Wil jij even aftellen? 1, 2, 3, 4, stop.